We staan hier bij de overweg van de Generale Larijlaan Schravenlandseweg met Harro Holman van ProRail. En er is door ProRail iets speciaals gemaakt bij de overwegen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Vandaag is een heel belangrijke dag. Want we beginnen met de handhaving op 4 overwegen. We hebben daar flitscamera's geplaatst. We gaan binnenkort op een 5e overweg hier vlakbij nog flitscamera's plaatsen. En we gaan daar mensen beboeten die onveilig gedrag vertonen. En dan moet je heel concreet denken aan als de bomen naar beneden gaan en de rode lamp brandt nog. Of de bomen gaan naar boven en de rode lamp brandt nog. Als je er dan overheen gaat en je hebt een kenteken, dan krijg je een boete op de mat. En die is echt niet mis. Hoe hoog zijn die boetes? Nou, voor auto's, vrachtauto's, is die €300. En als het gaat om een brommer of een speedpedelec, dan toch om ruim €200. Er zijn hier 's morgens, hebben wij wel eens gefilmd, heel veel fietsers die crossen. Moeten die ook iets betalen? Nou, die hebben geen kenteken, dus die kunnen we niet rechtstreeks beboeten. Maar we hebben ook BOA's in dienst. Dat zijn mensen die opsporings- en handhavingsbevoegd zijn. En die kunnen we ook vragen om of hier bij de overweg te gaan staan of ook naar die beelden te kijken. En dan alsnog voor te zorgen dat mensen beboet worden. Maar primair werken deze camera's op voertuigen met een kenteken. Weet u, als u gevaarlijk rijdt, als de bomen half open zijn of dat u door de knipperlichten rijdt, wat u dat gaat kosten? Heel veel, ja. Ik heb het in de krant gelezen. Voor mij bijna €300 of zo, zo'n beetje. €300? Ik zag het in de krant, ja. Maar ik zie aan uw neus dat u dat gewoon niet doet. Nou, ik doe zeker niet, nee. Want dat kijk hier, moet je zien wat eraan komt. Ja, daar win je het nooit van, hè. Jullie hebben ook al een proef gedaan. Hebben jullie toen geteld hoeveel mensen in overtreding waren? Ja, ik ben echt heel erg geschrokken. Want de camera's staan hier nu een week. En we hebben geteld inderdaad met die slimme camera's en het blijkt dat op die 4 overwegen samen in een week tijd al ruim 350 overtredingen zijn geconstateerd. Nou, daar schrik ik enorm van, want dat is echt onveilig gedrag. Je riskeert er je leven mee en ja, binnenkort dus ook een hoge boete. Ik zou zeggen, beste mensen, doe het niet. Wacht tot het rode licht gedoofd is en steek dan de overweg over. Want de borden hangen er niet voor niets. Helemaal eens.